Merel, gefeliciteerd. De eerste bij de Junior Women. Ja, dankjewel. Je was afgelopen vrijdag was je ook al de winnaar van de time trial. Vandaag in de race. Hoe gaat het voor jou het weekend? Zeg je? Hoe ging voor jou het weekend? Ja, supergoed. Ik had al wel heel veel moeite met het eerste stuk om de eerste goed te landen. Want als je de eerste niet goed landde, dan had je ook veel moeite met de tweede. Maar ik landde in de finale de eerste ook echt niet goed, maar ik ging toch door. En toch is het me nog gelukt. Dus, ja. Ik zag afgelopen vrijdag een foto voorbij komen van je zus. Enorm trots op jou. Ik denk dat voor vandaag ook wel een goed gevoel meegaf. Ja, zeker, zeker. Mijn zus en ik zijn altijd al supergoed bevriend, altijd best vriendin geweest. Echt. Ja, en dan zie ik dat van haar en vind ik dat helemaal geweldig. Want ze is natuurlijk ook nog steeds mijn grote voorbeeld. Ook al moet ik volgend jaar wel weer tegen gaan fietsen natuurlijk. Omdat ik elite word, dus ja. Ja, en volgend jaar dan de overstap naar de elite. Hoe schat je je kansen? Is het de eerste jaar een beetje afkijken? Of denk je al mee te kunnen met de grote meiden? Ik zou het echt niet weten, want dan is het natuurlijk zoveel mogelijk supercrosswedstrijden. Die heb ik nog niet veel meegedaan. Maar het eerste jaar ga ik vooral kijken en veel plezier hebben. Dus je weet echt nooit bij de elite. Heel veel succes. Dankjewel.